En Suriname is recentelijk toegetreden tot het Forum voor Vooruitgang en Ontwikkeling van Zuid-Amerika, ProSUR. President Iván Duque Márquez van Colombia heeft de toetreding van Suriname per brief bevestigd. Dit forum is opgericht in 2019 en heeft als doel het bewaren en bewaken van de democratie, de onafhankelijkheid der machten, de markteconomie en de sociale agenda. President Chandrika Prasad Santokhi heeft op een buitengewone vergadering de leden van dit forum gevraagd om collectieve inspanningen te leveren om ProSUR te professionaliseren. Dit moet ertoe leiden dat ProSUR een representatieve organisatie wordt van waaruit Zuid-Amerikaanse opvattingen aan de wereld kunnen worden gepresenteerd. De officiële toetreding van Suriname tot ProSUR vond plaats op 27 februari 2022.